Wij hebben elkaar nou in Ierlien ontmoet en toen ben we begonnen met dingen voor verschillende literaire feestjes en zo en festivals deel te zetten. En toen en Theatis kreun dus al en ik kreun ook al een heel skoft. En het kit altijd door literatuur. Het is een gedicht uit het laatste deel van mijn bundel, de Wiesers in de Reet. En die sectie heet Nou ben ik paken. En het gaat dus over een pakenfiguur die in een stoel zit en hallucineert dat er zijn heid zit en dat er God eigenlijk waarom mee naar zijn verliezen en dat er begon met boer te worden. Zijn zwieren leer houdt als een stokvisk op het zwit van dromen. Ze harkt naar hoe te praten met zijn deren over het keepje van Kei. En hoe die schutter zijn heid in de stoel zitten met de centen. Dat het in de slipkamer stonk en dat er een nieuwe matras kwam had, berikt hem net voor wat de dagen te lang waren en het werk op een verkavele grijden te zwier. Er werd mij vreeg een skeerapparaat uit de ziekje, uit de treien van koopjesmarkt, van widowvrouw, van op een sneup in zwarte poeden, wilst een slag om de boeren moois, ier en betiert. Voor de jiske auto uit bij hem waard nooit wat wij. Ik wil dit van mijn aarskotje, zoog in de balken van het plafond, boven hem een skoor. Dit actress die verliezen luts, dat zal lang een stiepe wie. De Wiesers in de Reet komt uit een gedeelte wat gaat over een laarsje die kapot gaat. En daar slaan de Wiesers op de Reet op vuur meter, zeg maar. Die is de broek waar ze muziek opneemt. En dat de zaal uit balt en razen dat die meters dus in de Reet slaan. Maar een bundel had ik heel veel oortiert, dus hoe die deden die weer tot leven komen. En in die zin betreft het meer de Wiesers van de klok. Dat meesten eigenlijk steeds maar reerde Wiesers zijn, reerders van de kleur van het vlees. Dus daar komt dat de Wiesers in het reet, slaat daar ook op. Sommige poëzie is om te vermijden, zoals bijvoorbeeld van Kees Stip of zo. En we hebben oren dicht, dus ja, daar moest wat om gniezen en dat vind ik oké. Maar het is net het soort werk wat ik zelf scrollen wil. Nee.